Veel ouders die bezwaarschriften hebben ingediend bij het ministerie van Onderwijs zijn tevreden met de uitleg over de gang van zaken ten aanzien van het 10e leerjaar. Onderwijsminister Henry Ory zei gisteren aan journalisten dat alle commentaar is geanalyseerd en de ouders zullen worden voorzien van de juiste uitleg. Nou, ze zijn druk bezig. De hele week zijn ze aan de gang. De mensen zijn ontvangen op het ministerie. Gaat door. Heel positief. Ze hebben uitleg gekregen. Wij zijn op maat bezig een aantal dagen al terug te koppelen met de ouders. Ik zie tevreden mensen. Ze hebben die uitleg gekregen, dus dat gaat goed. En dat zullen we stuk voor stuk alles behandelen. Dat is afgaande. Vandaag is ook een beetje de inschrijving begonnen. Ik hoor er zijn lange rijen. Maar dat is typisch een Surinaamse situatie. Maar wij registreren alle andere kinderen, ouders die we nog geen plaats hebben, zullen bij de plaatsingscommissie verschijnen. En dat is, we gaan stuk voor stuk werken aan plaatsing van elk kind. Dus dat geeft soms irritatie, wat frustratie, maar we gaan er go. Along the way gaan we dat oplossen. Ory meldt verder dat er ook gezorgd is voor meer plaatsingsmogelijkheid op LBO-scholen met het nieuw doorstroombeleid. Hij weet dat het systeem wat frustraties kent, omdat zaken nieuw zijn. Meer kinderen gaan naar LBO, zijn niet overal die plekken, dat gaan we per situatie bekijken. En gaan we wat organiseren. We zitten ook met onderwijs in het binnenland waar de informatie komt. Maar het gaat opgelost worden, succesief, niet vandaag, niet morgen, maar we kijken daarna. Volgens Ory zal het ministerie zich deze vakantie niet focussen op activiteiten voor de jeugd of een bijdrage daaraan. Er zal onder andere ook bekeken worden waar aanvullingen gepleegd moeten worden ten aanzien van tekorten aan leerkrachten op bepaalde scholen.